Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Ja, de scheidsrechter heeft voor het eerst gefloten vanmiddag hier. Wedstrijd DVS tegen Dovo uit Veenendaal. Asturk erbij. En Enrico Patrick. En natuurlijk Enrico. Boom. Kijk eens. Ja, dat is lekker. Keeper maakt er een hoekschop van. Dat wist die keeper. Ik merk dat Richard Plug niet helemaal tevreden is. Meer naar voren gedacht worden. Jeremy Jonker. Ah, is goede prima, bal. Prima gevoetbald. Lars Dekker. Meegegeven aan Olivier Pilon. Oh! No! Jammer. Mooi geschoten. Prima schot. Mooie combinatie. Roemion vrije trap mee van scheidsrechter Cairo. Het allemaal na een klein half uur spelen. De wedstrijd die leuk begon, maar misschien nu met Benjamin de Roemion. Joshua Patrick kan zo door. Nee, geeft hem niet goed mee aan Osturk. Jammer, staat ook een verdediger tussen. Dovo. Diepe bal. Ja, op Den Haag. Slimme jongen. En daar toch bijna de 1-0. Grootste kans van de wedstrijd. Prima weggedraaid van zijn tegenstander Basiel Camara. Enrico Patrick met de vijfde hoekschop. Zo vlak voor rust. Kijk eens. Sturk van de lijn gehaald. Door, als ik het goed zag, Murat Marbou. Voorkomt dat DVS hier op een 1-0 voorsprong komt. Beide ploegen stonden klaar. Scheidsrechter fluit voor de tweede helft. Balbezit DVS via een ingooi. Enrico Patrick. Zet de zesde versnelling aan. Mooi. Weggestoken daar. Olivier Pilon. Voorzet. Daar had een DVS er moeten staan. Dan was het 1-0 geweest. Maar er staat de verdediger. Nee, er kwam ook niemand naar de eerste paal. Zeeman. Ze stonden allebei bij de tweede paal. Precies. Bijna daar Oktay, Osturk. Frank van den Burg pikt de bal op. Zet hem weer voor. Prima voorzet! Oh. Olivier Pilon komt een teen tekort. Nog een keer dan. Komt er weer een. Wederom Olivier Pilon. Even komt goed uit de kleedkamer. Mag geconcludeerd worden. Roemion. Op zijn favoriete stek. Vanaf links. Voorbij hoor. Hij komt hier straks op gebied instromen. Kijk! Kijk eens, ja! Dat bedoel ik! Dat is zijn kracht! Benjamin Roemion! 1-0, DVS, mooi. Mooi doelpunt. Hij zocht hem op, hij luisterde naar zijn trainer. Pilon, houdt hij die bal binnen? Ja, die houdt hij binnen. Patrick, nee, die keeper. Tweede instantie heeft hij die bal pas klem. Sebastian van der Sman. De kansen gaan komen voor DVS. Dorp Enrico Patrick. Gaat hij zijn man opzoeken of gaat hij een voorzet geven? Gaat een voorzet geven. Het is Pilon die laat lopen. Kai Osturk niet in de hoek genoeg. Dus kans nummer 3. Lars Dekker. Benjamin Roemion. Roemion. Wou combineren met Joshua Patrick. Nu Dovo. Met Bia. Bia die bal voor gaat leggen. Penalty die er gegeven wordt. Roy Bakkenes die neergaat in de 16 meter. Ja, je kunt hem geven. Quincy Arends tegenover Daan Huiskamp. Kijken of het een penalty killer is. Komt dat aanloop. Zit goed in de hoek. En hier is het gewoon weer 1-1.
Nou, een beetje ongelukkige botsing. Scheidsrechter zag er een penalty in. Hij stond er beter bij, buiten voor. Maar het feit is dat het hier 1-1 is. Enrico Petrek. Komt die bal? Blijft hangen daar. Keeper heeft hem. Enrico Petrek, wederom. Boom! Hens! Nee, nu dan! Nee! Nog niet! Kom ongelooflijk, op, schiet in dat ding! Die bal die wilde niet in. Nog een keer. Zijn glas niet te veel zo. Basil Kamara, Oktay Ozturk. Geen controle, was een lastige bal. Roy Bakkenes. Die verbal valt erachter. Daan Huiskamp op zijn borst. Zo, hallo. Lekker hoor, Daan Huiskamp. Met al zijn ervaring. Deze kan nog wel eens ver komen. Heel erg lekker, keeper. We gaan wisselen. DVS wisselt, de nieuwe man. Rafael Uiterlo, komend veld. Vervangt Oliver Pilon. En aan Dovo kant is er ook gewisseld. DVS nu toch goed, wel goede bal bezig van met Verzand. Een omsingeling, ja. André. Jeremy Jonker, ga schieten. Ga schieten dan. Dat kun jij. Joshua Petrek, kort aan de bal geschoten. En die keeper ligt daar in de hoek. Heerlijk Sebastian balletje voor de van keeper. Der Sman. Die blijft ook even liggen op die bal. Lars Dekker. Benjamin Romeo. Van de linkerkant. Komt hij weer. Trek naar binnen. Zet de bal voor. Maar Joshua Petrek goed verdedigd door die centrale verdediger. Ja. Jordi Balk is een kop groter. Ze kennen hem zo goed. Ze weten zijn loopacties. Daar hebben ze het natuurlijk veelvuldig over gehad. Afgelopen week. Dat denk ik ook, Piet. De staf van Dovo. En ik moet zeggen, daar reageren ze attent op. Maar je hoeft er maar één te meer te maken dan tegenstander. Dan kun je de wedstrijd winnen. Precies. Zo is dat. Ik voel dat het... Ik ben er nog niet ongerust op. Nee. Het maar komt niet. Want ik voel het. Het kan wel eens gebeuren dat het uit deze hoekschop komt. Ik voel het, let op. Kijk eens. Hupsie. Bijna, Joran van Zand. Maar dan wordt er nog één aan de andere kant weer. Ja. Of wordt het een ingooi? Nee. Komt die bal? Beweging in de 16 meter. Goeie bal, scherp. Kijk eens, het hoeft er alleen maar in. Maar nee. Jeremy Jonker. Lars Dekker. Jeremy Jonker. Uiterlo. Eens kijken hoe handig die is. In de 16 meter. Joshua Petrek die kan net niet weg eraan draaien. Dus natuurlijk, die ruimtes zijn klein daar. En nu Dovo met de tegenstoot. Moet Koen Vloed graven in de achtervolging. Smit. Geeft die bal heel strak aan naar de andere kant toe. Gevaar weer even geweken. Voor DVS. Er ligt nu ruimte achter, dus hij kan op stoom. Hij gaat buitenom. Dat is hij snel. Maar daar lopen ook verdedigers voor. Hij krijgt de bal niet voor. Benjamin Royon. Het golft nou heen en weer. Kijk eens. Nou moet Daan Huiskamp die bal hebben. En dan gaat hij vooruit met zijn benen. Doet hij op voortreffelijke manier. Voor de tweede keer deze middag. Goed, Lars Dekker. Heel rustig de bal naar Jeremy Jonker gespeeld. De klok staat hier op 90 minuten. Terwijl Enrico Petrek de 16 meter binnen gaat. Bal teruggeeft. Niet aan Joven van Zanten maar, en ook niet aan Uiterlo. Maar aan de speler van Dovo. Dat is jammer. Uiterlo. Benjamin Rimouillon. Uiterlo.
Laatste kans komt eraan van de wedstrijd. Uiterlo. Schiet hem erin! Ja, hey! Wat een goal! Wat een fantastische goal! Uiterlo! Dit is een droomdebuut, hoor. Ongelooflijk! Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Hij knalt er werkelijk zo. Ik heb je gezegd, ik had er nog altijd geloof in. Niet te geloven, wat een apotheose hier. Dit is een lekker binnenkomen van de jongen. Nou, tijd jongens. Komt DVS goed weg. Scheidsrechter laat nog steeds doorspelen. Dit is een bal voor DVS. En daar fluit hij ook voor de laatste keer. Zodat de punten, volle drie punten hier blijven in Ermelo. Wedstrijd beslist in de dying seconds. Bedankt u voor het kijken en tot volgende week. En prettig weekend. Voor DVS TV eigenlijk voor het eerst Rafael Uiterlo. Stel je eens voor. Ja, ik ben Rafa Uiterlo, ik ben 28 jaar en ik ben speler van DVS. Ja, en je was eerst speler van de Wouter Academie. Dat betekent, ja, pas als je microfoon hebt, dan ben je een tijdje ontwend geweest. Hè? Maar je was speler van de Wouter Academie en je bent opgevallen. Ja, zeker. Ik heb vorig jaar nog bij Linde gespeeld. Ik werk namelijk voor de Wouter Academie, dus ik train ook dagelijks daar, dus vandaar. En in de oefenwedstrijd tegen DWS heb ik na de wedstrijd een beetje contact met de trainer gehad. Dus, ja. En je dacht, nou, ik ga leuk de trainingen meemaken en dan word ik vanzelf wel weer fitter en de oude uiterloze als je zelf gewend was. Ja, zeker. En dat had ik ook al aangegeven aan de trainer. Het is een goede voetballende ploeg. Ik denk dat we bovenin mee kunnen doen in de derde divisie en dat sprak mij aan. Dus vandaar dat ik ook graag hier naartoe wou komen. Rafael, plan B heeft gewerkt en waarachtig, verleden week had je ook gewoon met je hoofd een assist. Nou, dat is een lekkere binnenkomen, mag ik wel zeggen. Ja, zeker. Het is mooi als je invalt en belangrijk voor het team kan zijn. Dus het is mooi meegenomen. En vandaag al helemaal, als je dan drie puntjes meepikt, die gaan uiteindelijk aan het einde meetellen. Ja. Geniet nog heel veel van je dertiende club of zo. Hoeveel heb je er gehad? Niet zoveel. Ik weet niet inmiddels hoeveel het er zijn, maar niet zoveel. Dank je wel. Nou, laten we zeggen elfde club. Ja. Is goed. Fijne dag. Goed weekend. Ja, dank je. De nabeschouwing met beide trainers Gert Kruis namens Dovo en Richard Plug namens DVS 33. Gert Kruis, op het eind toch nog een enorme opwindende partij. Nou, niet alleen op het eind. Ik denk dat we een hele opwindende partij gezien hebben. Ja, tegen een ploeg DWS 33 die overloop van kwaliteit. Goeie ploeg met heel veel scorend vermogen, maar heel veel diepgang. Dus we hadden een tactisch strijdplan en ja, helaas heeft dat niet tot een punt geresulteerd. Inderdaad. Hadden we vanmiddag dus twee ploegen die ongelooflijk veel al gescoord had. En in de rust staat het gewoon 0-0. Vreemd, Richard. Nou, dat is niet zo vreemd, want ik denk dat Gert een andere organisatie neergezet had. En dat stond uitstekend. En beide ploegen hadden niet de klasse om daar echt doorheen te voetballen. Hè. Misschien op twee, drie momenten. Ik denk dat hun twee kansen hadden voor de rust en wij twee mogelijkheden. Maar dat is natuurlijk logisch, snap je? We weten van elkaar wat elkaars kwaliteiten zijn. Ja, en dan daar hadden wij het moeilijk mee. Eerste helft was gewoon gelijk opgaande wedstrijd. Alleen ja, wij beginnen de tweede helft natuurlijk ijzersterk. En dan is het zuur dat je zo'n tegenkool kreeg. Maar gelukkig konden we dat doorzetten. Dus ik denk, ja, op basis van de tweede helft een verdiende overwinning. Maar kijk, hier zijn ze niet snel tevreden. Maar ik denk, wat Gert zegt, ik vond het wel een goede partij van twee kanten. Ja, dat had jij natuurlijk ook al gezegd, Gert. Op basis van de tweede helft noemt Richard Plug het een verdiende overwinning. Jij ook? Ja, je kijkt altijd als trainer wel naar je eigen team. Hè? Maar het is inderdaad zo dat DWS 33 wel een aantal kansen heeft gehad. Een aantal miraculeuze ontsnappingen hadden we wel. Maar in die eindfase
kwam er zoveel ruimte dat wij wel verzuimd hebben om toen ook nog wel een goal te maken. Maar het is inderdaad zo dat ik wel vind dat DWS 33 wat meer kwaliteit heeft. Maar daartegenover hebben we heel veel teamspirit gezet. We hebben er al aan ze gedaan. We zijn een team wat in opbouw is. Heel veel nieuwe jongens moeten nog aan elkaar wennen. Dat gaat steeds beter. Want Ries heeft gelijk. De organisatie stond ook wel vrij goed bij ons. En hiervoor hebben we natuurlijk heel veel goals geslikt. Dus daar kunnen we wel mee verder. En ja, ik heb al gezegd tegen de jongens, DWS 33 en Almere, dat zijn ploegen die voor de titel gaan spelen. Omdat dat ook ploegen zijn die heel veel goede spelers hebben. En wij moeten zorgen dat we straks ook een lekkere serie gaan maken. En zorgen dat we ook in die kopgroep komen. Ik vind dat jullie ook wel aardig wat goede spelers hebben, hoor. Ik heb genoten van Waalkens op het middenveld. Dankjewel. Ja, ik denk dat wij ook een aantal goede spelers hebben. En wat voor ons geldt, nog meer dan voor Ries, want wij hebben heel veel nieuwe spelers. Compleet nieuwe achterhoede. En dan weet je zelf in het voetbal, dat kost wel even tijd. Plan B is aangeslagen, Richard. Met plan B bedoel ik ene Rafael Uiterlo, die hier lekker voor de lol een potje komt trainen. Vervolgens ook belangrijk blijkt te zijn. Ja, dat is leuk, hè. Dus, nou, goed, plan A ook wel gewerkt, hoor. Want kijk, hun hebben natuurlijk met Van Zeelst, Bakkenes en Waalkens hebben een ijzersterk middenveld. En ik had nu Benjamin op het middenveld gezet, tegenover Van Zeelst. En ik heb Benjamin gewoon gezegd, jij moet constant uit beweging gaan voetballen. Dat gaat hij niet volhouden. Dus, en daar komt ook die 1-0 vandaan. Dus dat is als trainer, dat heb ik net ook gezegd, dat is als trainer natuurlijk ongelooflijk leuk om te zien. Maar wat uitloop betreft, ja, weet je, die jongen is nog totaal niet op niveau. Ja, die heeft mij gebeld, trainer, ik zoek een clubje. En ik zeg, je mag aansluiten. Ik bedoel, en die zo aankomen wandelen, helemaal niks. En dan zijn er nog mensen hier die dan... Die dan denken dat dat geen goed idee is. Nou, dan snap je volgens mij helemaal niks van het voetballeven. Want ik denk als hij bij Gert dat binnenkomt wandelen. Had ik hem er ook bij gehad, hoor, die Uiterlo. Ja, dus dat is toch te bizar voor woorden. Maar ja, weet je, ik ga nu met Uiterlo. Ik wilde lekker buiten gaan zitten. Maar ik denk dat ik met Uiterlo gewoon de businessclub in ga. En dan we de Polonaise gaan lopen. Want een speler die zo aankomt kakken. He, en alles ontploft. Maar die jongen komt gewoon zo en die heeft gewoon tegen mij als trainer. Ik wil gewoon weer lekker voetballen. We hebben tegen de Noord-in-Woter Academie gevoetbald. Daar viel hij op. Nou, hij kent Jos, hij kent Enrico. Hij kent Chris van Hus. Hij zegt, ik wil gewoon bij jullie graag voetballen. Dat is toch helemaal geweldig. Ja. Dat nog kan op dit niveau. Ja. Is inderdaad fantastisch. Ik wil jullie bedanken. Voor deze nabeschouwing. Ik vond dit een leuke nabeschouwing, dank u wel. Ja, was leuk. En jij was ook echt in vorm. Dank u wel. Gert. Richard, goed. Hoi, hoi. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.